Deze video is opgenomen op maandag 29 januari. Het was een prachtige, rustige dag. Een graadje of 10 en weinig wind en een heerlijk zonnetje. En ik heb die dag genomen om alle kasten op één locatie in Doetinchem te voorzien van een nieuwe voerbak. Deze voerbak heeft een gat zodat ik fondant kan voeren, suiker fondant kan voeren. En een plug om dat gat weer dicht te doen, zodat ik vloeibaar kan voeren, honing of suikerwater. Om je een indruk te geven van de sterkte van de volken op deze stand, laat ik je alle volken zien. Ik hoop dat je het een leuke video vindt. En als dat het geval is, dan waardeer ik je like op deze video. En ik wens je veel plezier met het kijken. Het is een volkje uit 2023 waar een Elkom-koningin in zit. Die heeft het eigenlijk vorig jaar helemaal niet zo geweldig gedaan, dus ik wil haar nog 1 jaar testen. Ze krijgt een nieuwe voerbak, want ik heb nieuwe voerbakken gemaakt waarin een gat zit. En in die gat zit een plug, zodat ik deze voerbak kan gebruiken voor fondant voeren en voor vloeibaar voeren. En als ik dan toch even rondga om die voerbakken te doen, test ik even het gewicht. Ik vind ze niet overdreven zwaar. Maar er zit nog zeker genoeg in. Dus ik ga ze nu nog niks geven. Leefvolken die echt weinig hebben, die krijgen van mij voer. Ik haal de voerbak eraf. Ik zet deze voerbak erop. Ik kijk even in de kast hoe ze zitten. Ik gebruik geen rook. Om ze zo min mogelijk te verstoren. Nou. Kijk, dat zijn toch aangename verrassingen. Deze koningin deed het eigenlijk helemaal niet zo goed vorig jaar. Maar ziet er nu al wel bijzonder sterk uit. Want hier hadden we nog heel veel bijen. Die slaan we af als we klaar zijn. Om zo min mogelijk onrust te veroorzaken. Om dan ook zo snel mogelijk de boel dicht te kunnen doen. Zo. Oh nee, ja. Het plan is ook om dat voerbak eigenlijk het hele seizoen erop te laten. Ziet er oké uit. Zo, bijtjes er even af. Dat vonden ze niet leuk. Nou, het volk ziet er gezond uit. Niet super sterk. Is oké. Okay. Nou, ook dit volk ziet er oké okay uit. Het kooitje erin, waarmee ik de moer erin heb gedaan. Hier heb ik blijkbaar ook een moerwisseling gedaan. Ja, hier zit de B84 van de teeltgroep in, aangepaard op Ameland. De moer komt uit een mini plusje. Niet zo heel rustig deze, dus het gaat me dan een boel prikjes kosten. Dat ga ik even niet doen. Ik laat het even zo en dan kom ik even terug met handschoenen. Zo. Hoppa. Zo. Mooie bak bijen weer. Dat hebben we nu 2 keer. Zo, heel onrustig. Ik ga even aan de voorkant staan, dan kunnen ze weer terugvliegen. Daar heb ik een witgemerkte koningin in gedaan. Dat is een F1 van de B23. B23 is weer van de teeltgroep. Zijn larfjes geweest van dit jaar van BBV Oost. Ja, mooie bak bijen.
Oh, deze is heel licht. Oké, hier ga ik verder niks aan doen. Deze zit al mooi krap. Maar wel veel te licht. Dus hier gaat gelijk een voerraam mee in. Het raam is erg leeg. Sterker nog, is helemaal leeg. Mooie bak bijen. Darbouwraam gaat naar de buitenkant. Voerraam met het open voer naar voren. Ertussenin. En dan ga ik deze in februari nog een keer aanpassen aan de broedruimte. Dus daarvoor is het me nu te koud en onrustig. Daarvoor moeten de bijen eerst goed kunnen vliegen. Mooi volk ook. Gewicht is goed. Volk heeft een tik gehad van een tak die uit de boom is gevallen. Nou, dan ben ik dus blij dat ik die metalen deksels erop heb zitten. Gewicht is goed. Nou, volk zit mooi compact. Minder sterk dan de andere volken. Maar nog altijd een hele grote tros. Over 2, 4, 6, 8, eigenlijk 9 ramen. Want ze zitten hier zelfs tot in de buitenkant van het sluitblok. Ook de dak zit nog aardig vol met raam, met bijen. Zo. Ja, niks aan doen verder. Die kan weer dicht. Tot op heden heb ik nog geen enkel productievolk verloren. Ik heb 2 mini plusjes verloren. Eentje heb ik op video gezet die 1 mini plusje door een verstopte vlieg gaat. En om dat op te lossen heb ik ervoor gekozen om alle bodems van de mini plusje te vervangen. Dus dat is ondertussen ook al plaatsgevonden. Verliezen kunnen. Maar je moet goed analyseren wat is er dan gebeurd en wat kan ik als imker beter doen. Want de bijen kunnen het niet veranderen. Die kunnen het milieu niet veranderen, kunnen de vrouwen niet veranderen, kunnen ons imkergedrag niet veranderen. Kunnen niet meer voer halen dan wat ze halen en wat jij er weer afhaalt. Ja, uiteindelijk ben je als imker aan zet. En ja, de enige manier waarop dingen beter worden is dat je als imker verantwoordelijkheid neemt voor de verliezen van je volk. Ook al is het niet je schuld. De verantwoordelijkheid nemen is heel wat anders dan schuld. Dat wordt vaak verward. Ik heb het niet over schuld. Ik heb het over, het zijn dieren die onder onze verzorging staan, zijn in die zin geen wilde dieren. Ze leven wild, ze leven in het wild. Maar het zijn geen wildlevende dieren, maar het zijn dieren die door ons gehouden worden. En in die zin hebben wij ook verantwoordelijkheid voor die dieren. En ook verantwoordelijkheid om dingen te doen die buiten ons invloedssfeer liggen en dus de bijen gebeuren, waar wij wellicht wel iets aan kunnen doen. Een F1 van een koningin die me heel goed beviel, koningin 25. Oh, super zwaar. Veel te zwaar. Ze hebben te veel voer gehaald. Die kunnen natuurlijk wat geroofd hebben ergens. Dus dat is ook een hele volle bak bijen. Ik weet niet of je het kunt zien, dat ding ervoor staat. Maar ook weer 2, 4, 6, 8, 10 ramen. Tot de buitenkant, zelfs de zijwanden. Daar zitten vol met bijen. En ook hier zie je hoeveel bijen hier nog in zitten. Lijkt wel een zomervolk, zo sterk. Prachtig. Kijk, hier zie je ook het probleem van de voerbakken. Je krijgt er altijd wildbouw in. Zoals je ziet hier.
Dus wat ik dit jaar gedaan heb, zijn in deze gleuven, die natuurlijk gewoon veel te breed zijn, zie je, die zijn gewoon te dik gemaakt, die voldoen niet aan de B-space, hier een 12 mm plank in gemaakt, zodat er 9 mm overblijft. Kijk hoe dat bevalt dit jaar. 9 mm valt dan net in de B-space, met de verwachting dat ze daar dan niks aan veranderen. Dat is een beetje afwijkend kastje. Dat is een Zanderkast. En die heb ik omdat daar kijkraampjes in zitten. Die kun je wel kopen in het Zanderformaat. En Frankenbuiten, is dus een normale Frankenbuiten bodem. Die laat allerlei verschillende raamformaten toe. En dus ook bakformaten, allemaal op hetzelfde systeem. Dus je kan hier wel weer gewoon een Dadant blad honingkamer of Dadant US honingkamer opzetten. Dat om het even. Dan heb ik wel die kijkraampjes en ik zie dus dat het volk voornamelijk bovenin zit. Ziet er niet al te sterk uit. Nou, we gaan maar eens even kijken. Ook die krijgen een nieuwe voerbak. En ik laat jullie bewust alle volken zien, zodat je ook weet dat ik niet alleen maar de goede volken of de sterke laat zien. Dat ik alle laat zien. Nou, ook dit heb ik weer niks te veel gezegd. Ik dacht dat het niet zo'n sterk volk was, maar... Gewoon weer een berensterk volk. Ontzettend veel bijen. Ook weer hier in de voerbak. En het is, nou, wat zal het nu zijn? 9 graden, 10 graden. Kijk eens, de hele deksel vol met bijen. Overlopende maat. Zo. Klaar alweer. Hup, oké. Dat is een koningin 63 die we vorig jaar getest hebben. Goede koningin. Hebben ook al wat imkers van nageteeld. Dit is een aflegger die ik gemaakt heb. Omdat ik op vakantie ging en ik wilde zeker weten dat ze niet ging zwermen, ik heb er een afleggertje van gemaakt. Hier gaat de deksel vast op. Nou, hier zit ze ook alweer in de voerbak. Nou, voor een afleggertje. Ja, dus deze heb ik in juli gebouwd. Zien ze er prima uit. Het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen dat het een jong volk is. Zo'n voerbak, daar verzamelt zich altijd wat vocht in. Nou. Nou, prima volk. Gewicht. Ja hoor. Gewicht is ook goed. Ik zie ook gesloten voer hier aan de buitenkanten. Heel benieuwd of er al broed is. Maar dat gaan we over een paar weken bekijken als het echt wat warmer is. Nou, dan gaan we weer. Prima volkje. Zit alweer wat compacter. Het wordt echt alweer frisser. Bakken met bijen. Krijgen ze een nieuwe voerbak. Eitje eruit. En klaar maar weer.